Why do you have a Swedish flag? Because I'm a fan of Mark. Kijk hoe mooi dit is. Dit vind ik echt zo mooi gemaakt dit. Het is toch een beetje bij het landen, de 10 landen die door zijn bekendgemaakt, dus niet de volgorde van de eindklassering bij de televoters. En zaterdag komen de jury's op de finale. Mij wel. Oh, daar gaan we. In random order, hè? Ja. Het lijkt me heel erg leuk om dit te doen, dit te presenteren. Zou je dit vinden? Bekendmaken? The first country going through to the final. Ja, Peter, jij zit nog even te kijken. Ja! Oh! Wel! Oh leuk, je knipt erbij! Oh, goed! Wauw! Als je knipt erbij zet. Yes! Yes! Oh! Twee penalty, ja, goed! Yes. Spannend. Oh. Slovenia. Oh. Toch wel. Oh, wel goed van der. Oh, het zijn wel. Het zijn wel drie die niet zeker van wist. Ja. Geen verrassing. Ja. Yes. Oh, yes. Ja, dat was sowieso. Even wel vrees wel voor Australië nu. Ja. Oh ja. Dat ook wel te verwachten. Oh, dan wordt het nu wel spannend. Ja. Kroatië en Ierland moeten nog door. En Luxemburg. Dat zijn de laatste drie, denk ik. Dat moeten de laatste drie zijn. Met Kroatië? Ja, Kroatië, Ierland en Luxemburg, denk ik. Ja, denk ik ook. Ierland, Kroatië? Ja. Moet wel. Kroatië zijn. Ja! Yes! Oh, ik heb een leuk. Oh. Ierland en Luxemburg, dat moet wel. Maar Jan voor Australië. Jan voor Australië. Ja, ze gaan Ierland voor het laatst bewaren. Oh ja. Sowieso. Ja! Oh. Wow, dat is ziek. Oh, daar. Maar nu dan Luxemburg, denk ik. Toch Australië, ja. Het kan ook nog IJsland zijn, hoor. Spannend. Ja. Oh, hier wacht ze het heel lang. Ik weet nog van thuis. Luxemburg.
Ja. Geen Australië, is wel jammer. Maar het is wel jammer voor Australië. Ja. Maar ja, we hadden hem wel verwacht. Ik had alleen Finland eruit gezet, maar... Voor de rest best wel... Het is wel een goed lijstje. Een decent lijstje. Ja.